Hans Volberg, we zien hier op de achtergrond heel veel zand. Wat gebeurt hier? Ja, we zijn begonnen aanstaande jongensleden maandag met het afgraven voor het nieuwe kunstgrasveld. En er moet dus aarde, er moet 60 centimeter grond moet eraf. Dan wordt die geëgaliseerd en nieuwe beregening erin. Ja, dan moet die 28 juli moet die helemaal klaar zijn. Is het nou ook zo dat het wel eens drukker voor u kan worden, omdat u deze mat moet gaan onderhouden en waarschijnlijk ook de natuurmat die hier buiten het stadion ligt, waar ook op getraind zal worden? Nee hoor, dit blijft allemaal hetzelfde. Als je hier met een trekkertje op en met een borstel erachter of iets dergelijks, is dat niks bijzonders natuurlijk. En het trainingsveld, nou, dat maai ik nou natuurlijk nog. Dat is dadelijk ook afgelopen, want dan doet de gemeente dit weer. Maar als ze morgens om 10 uur daar moeten trainen, krijg ik het voor 10 uur niet gemaaid. Want ik doe het er 3,5 uur over en dan moet ik om 6 uur beginnen. Dus dat gaat eigenlijk de gemeente doen. Ik moet alleen beheren zorgen voor de beleiding achter. Dus dat is het enige voor het trainingsveld. Nou ja, de maaimachine heb ik natuurlijk niet meer nodig. Kalk hoef ik ook niet meer. Maar er zit natuurlijk wel onderuit dan. Je krijgt een blaasapparaat op je rug te hangen. Dan moet je het proberen zo mogelijk schoon te houden. Het blad moet er allemaal af. Daar hebben we hier gelukkig niet veel last van beladen. En ik weet natuurlijk ook niet of hij daar elke dag op gaat trainen. Dan zou je het elke dag moeten borstelen. Dat is wel de zaak natuurlijk. Dit jaar moet je voetballen met de winterperiode. En normaal op die grasmasten, als er vorst in zit en je kan niet voetballen, dan krijg je een enorme bekeuring. Nou, daar word je ook niet wakker van natuurlijk.